Hallo, mijn naam is Hinke en ik ga hier de kaartlegging doen voor vissen november 2017. Ik ga de kaartlegging doen met de berichten van de fairies, oftewel de elfjes. November 2017. Wordt een drie kaartlegging, hè? Naar het eerste kaartje kijken. Dus assertiviteit. Maar een kracht komt eruit, hè? Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Dus dit is een signaal. Kom op voor jezelf. Hè? Dat heb je in het recente verleden wel meegemaakt, dat je misschien iets te veel meeging in de weg van anderen, maar nou ga je, zeggen ze, deze maand is het wel goed om echt voor jezelf op te komen. En alleen maar ja te zeggen als je het echt wil. Verder nog iets? Ja, wat ik moet zeggen, sowieso fairies zijn de elfjes en die zijn altijd in het bos, hè? Dus jullie kunnen in ieder geval zijn gevoelig voor bos, bomen, de natuur, hè, dat is belangrijk. En dan ligt er hier een kaartje van New Career. En dat is natuurlijk vrij breed. Hè? Your work is focus is shifting in a positive, new and successful direction. Dus dit kan betekenen voor mensen die een nieuwe baan zoeken, dat dat ook heel makkelijk gaat de komende maand. Maar het kan voor andere mensen betekenen dat er een promotie in zit, dat er een verandering op komst is. Wat wil je verder nog zeggen? Oké, het is met name dat je positief blijft, gewoon naar je werk toe gaat, niet te veel erover bezig gaat of zo, maar dan komt het gewoon als verrassing. En dat is, nou ja, toch al in het nu, dus het komt in deze weken komt dat gewoon toch voor jullie snel naar jullie toe. Zie je deze kaartjes, alle twee? En dat hart, ja, daar komt ontzettend veel licht uit, hè? En daar mogen jullie eigenlijk ook voor gaan. Snap je? Je hart openen. Als je er maar heel veel liefde in stopt, dan kan dat van zichzelf open. En liefde geven aan alles en iedereen. Terwijl je bent soms zo hard bezig om maar voor alles en iedereen te zorgen. En ja, en eigenlijk gaat dat op een gegeven moment niet meer. Maar je moet eerst aan jezelf alles geven. Hè? Dat is echt belangrijk. Oké. Waar gaat het dan naartoe? Winter. Oké. Alles wat je eigenlijk zou willen. De antwoorden, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in winter month. Nou, de winter komt al snel. Hè? Wij zeggen altijd, dit is normaal gesproken een 3 maands traject. Maar dit is voor november. Maar november is natuurlijk al een wintermaand. Hè? Dus als je maar zegt van, ik kom voor mezelf op. Ik weet wat ik in mezelf heb. En dat maakt ook dat je makkelijk in nieuwe bedrijven binnenkomt en makkelijk sollicitaties doet natuurlijk. Hè? En in de winter zal je resultaat zien van je acties. Oké. Ga ik vragen wat ze verder nog over zeggen? Maar in Engeland zeggen de winter is wel een uitgebreid, hè? Die loopt wel tot en met maart, zeg maar, volgend jaar. Dus voor de een komt het allemaal wat sneller als voor de ander.
En dat willen ze wel even benadrukken. Maar dat, dat het met name assertiviteit in het persoonlijke vlak zit. Assertiviteit op het zakelijke vlak of op het werkvlak, zeg maar. En dat brengt heel veel nieuwe resultaten. Ze zeggen ook, zijn jullie al eens bezig geweest over wat wil je nou echt? Hebben jullie dat alles opgeschreven? En laat dat dan liggen tot eind maart, zeg maar. En loslaten. En dan kan het eigenlijk volgens de wetten van het universum geregeld worden. En wordt het misschien wel net iets anders dan dat je zelf verwacht had. Hè? Dat is dan, ja, dat moet je dan afwachten hoe het precies komt. Oké. Ik ga nog even een extra kaartje leggen van de aartsengelenkaarten. En dat is nog even een toegevoegde kaart. Voor de vis. Oké, kaartje van helderwetendheid. Aartsengel Uriel. Schenk aandacht aan je gedachten en ideeën die in je opkomen alsof ze verhoord gebed zijn. Dus neem ook de rust. Hè? Met je assertiviteit kan je zeggen, ik ga en voor mezelf opkomen, maar ik neem en de rust. Hè? En dat brengt zelf altijd nieuwe dingen op je pad. Kijk, de regenboog, die kan je eigenlijk ook zien als een berichtje van het universum, hè? Oké, dit is weer een berichtje. Wij zijn bij je. En ze zijn altijd bij je, hè? Want je hebt twee beschermengelen, meestal. De meeste hebben twee beschermengelen, dus er zijn altijd al engelen bij je. Dan heb je nog een heleboel gidsen en andere mensen in je omgeving. In je omhulling, zeg maar. Dus er zijn zoveel mensen bij je. Maar hier zeggen ze ook, je affirmaties komen tot rust, hè, of waar je om gevraagd hebt. Dus ga hier ook, ga ook zeggen van, ik schrijf maar eens voor mezelf op. En dan een positieve manier. Wat wil ik nou met mijn werk? Maar misschien ook in je persoonlijke iets, waar je mee zit, waar je voor op moet komen, dat je daar ook iets over opschrijft. Wat weet je over de onwetendheid? Nou, het kan tweeërlei. Er zijn wel mensen van jullie, een aantal die helderhorend zijn, die misschien dingen horen en denken, oh, wat is dat? Hoor ik het wel goed? Anderen die denken, oh, ik moet even maar eens even mijn vriendin bellen en bellen ze al gelijk. En nou, dat die wel vaker dat soort dingetjes wetendheid hebben. Accepteer het. Als een geschenk. Hè? Zeg niet van, jeetje, wat is dit nou weer? Zie het alsof het een verhoord gebed zijn. Hè? Dat je antwoord krijgt op jouw vragen. Oké, dat is de reading voor november. Als jullie een persoonlijke reading willen, dan kunnen jullie dat doorgeven of healing op dat onderstaande adres. En anders wens ik jullie een hele goede maand. En heel veel liefs. Tot volgende maand.